is om te beginnen de titel te vertellen. De achtste dag van de week. Het is van een Poolse schrijver. Zijn naam, ja, ik spreek hem op heel veel verschillende manieren uit. Marek Lasko, Hulasko, Lasko. Ik heb het ooit een keer aan een Poolse gevraagd en die zei is Lasko. Dus daar houden we bij. Het is H-L-A-S-K-O. Tik het in bij Google en je komt eruit. De achtste dag van de week. Heel dun boekje, dat is eigenlijk al een van de voornaamste redenen om dat boek te loven. Ik had gewoon in elke tas in je binnenzak kan het mee. In elke vakantie opnieuw kan je het weer lezen. Kort verhaal, een novelle, de achtste dag van de week. In Polen speelt het zich af in de jaren 50. Een uitzichtloze situatie daarna die oorlog. Die alles verwoest heeft en van de regen en de drup, dan ben je net bevrijd, dan zit je in één keer onder het communistisch juk. En twee, de hoofdpersonen, Agnieszka en Piotr, zij zoeken een plek om te vrijen. Dat is natuurlijk dikke vette onzin, want je kan overal vrijen als het je daar per se om gaat. Maar het is echt dus de zoektocht naar die romantiek, de plek waar je samen wil zijn. En dat tegenover dat ellendige decor. Een vader die elke zondag staat te wachten tot hij eindelijk kan gaan vissen. En hij hoopt dat er een achtste dag in de week is.